Ik zie ons ook als allemaal als gezien. Wij zijn gewoon familie geworden. Ja, toch? We zijn familie geworden. Ja. Kijk, precies. Nou, dat komt niet te stoppen, toch? Nee, precies. Hoe je van A naar Viking komt? Tja, als ik dat zou weten. Ja, het komt gewoon in één keer op je pad. Maar het is heel, heel raar. Maar alles op alles, ja, het is. Weet je, je moet eerst nog een diep dal hangen voordat je zeg maar op de heuveltop kan staan of op de bergtop kan staan en kan zeggen: fuck this shit, yo. I've been there, done that and everything else. I mean, ja, het heeft gewoon zo moeten zijn. Ik ben echt onwijs blij met hoe de scene me zeg maar, heeft ontvangen toen de tijd. En hoe ik er ook gewoon in ben doorgegaan. Allemaal grappertjes om me heen. Gewoon heel mooi. Het heeft zeg maar, allemaal moeten aansluiten tot dit punt. En dat ik zo ben genoemd toen de tijd dat het ooit is begonnen met ja, hey Viking. Ja, omdat ik had waarschijnlijk een sick, ik zag de bruutheid. Weet ik het wat het was. Wat Dennis dat er aanleiding toe gaf. Ja, en daar is het een beetje begonnen met het Viking wezen. Kom goed, ik bedoel, moet ik even bellen, maar ik zit natuurlijk ook naar met de laatste, kom goed. Ja, het streamen zelf, dat is toen nog gekomen via Nick, mijn maatje Refuser. Die heeft toen de tijd, we zijn toen de tijd ooit begonnen bij Club Magistraat. Daar hadden we toen een feest georganiseerd en Nick wilde mij pers hebben als MC. Ik zei, nou, is goed, doe ik wel gewoon. Ik bedoel, ik had verder had ik nog nooit zo'n enige ervaring in het hele gebeuren. Ja, sindsdien, het is zo'n hype geworden. Ik bedoel, Viking als naam zelf zijn, het is gewoon, ja, het is heel bizar. Maar het is gewoon, ja, geëxplodeerd als het ware. En dat is gewoon, het is gewoon weer, weet je, that's it. Ach jee man, dan kan je beter even gaan schuilen bij de buurman, want daar zit namelijk... Oh nee, wacht even. Mijn hek staat nog open, dus dat scheelt. Nee, ik ben er zo, dus zie me zo. Is goed, goos. Hoi. Kleufje. Dat dus. Er zit nu al gewoon een maatje op met een wachtgabbertje, dus... We gaan maar eerst even lekker naar huis toe. Boodschappen doen we straks wel. Ik zal het even uitleggen hoe we van hardcore naar stream zijn gegaan. Het is zeg maar zo begonnen. Elke vroeg aan mij van, joh, moet ik een telefoon, heb ik mijn telefoon, want ik wil live gaan op Facebook. Ik zeg, ja, is goed. Maar ja, wij terugkijken natuurlijk en super vet. Maar het geluid was zwaar kut en wij dachten gewoon van, ja, weet je, wat moeten we nou gaan doen? Moeten we nou dit gaan blijven doen of moeten we het professionaliseren of semi-professionaliseren? En de livestream zelf, ja, dat hebben we toen de tijd, het was een bizar idee van Nick en mij, van Refuser en ik. Maar dat is hier fucked ook gewoon vanwege die hele kutcrisis en het hele corona gebeuren. Toen had Nick op een gegeven moment zoiets van, joh, weet je, gast, hier moeten we gewoon wat mee gaan doen ook. Ik zeg, ja, is goed, jongen. En ik had het toevallig ook de ruimte en de installaties voor. Ik denk, waarom niet, jongen? Dus sindsdien hebben ze een hele hoop mensen uitgenodigd. En een hele hoop mensen ook gewoon, ja, die bij ons zijn gekomen, zeg maar, als zijn de DJ's. Ik bedoel, onbekendere namen, bekendere namen en alles. En ja, dat is gewoon zo gegroeid. Dus. Ook bij deze team terechtgekomen. Nou, het is eigenlijk een grappig verhaal. Ik heb Nick en Eltjo vorig jaar leren kennen. We zijn toen naar een... Naar een locatie wezen kijken en helaas werd het omdat niet, maar in ieder geval, en toen is Nick zeg maar deze livestream gaan doen samen met Eltjo en zodat ik hier terecht gekomen ben. Deze avond heb ik onder andere ook de artiesten voor benaderd, dus vandaar dat het vandaag even een gedeelte op mijn stream is. Ja, nee, even kijken, ik heb alles een beetje neergezet, maar Nick is er natuurlijk ook niet. Sander weet waarschijnlijk ook niet echt van hoe en wat. Want die zegt gewoon 4 uur bij mij of zo. Ja, denk het. Ik weet niet, ik heb niets gehoord. Ik heb even zeggen tegen mij van 4 uur, 4:30 zijn. Ik zeg, ja, leuk, gaan ze van mij. Ja, toch? Maar heb jij ook nog niet gezien, hè? Nee. Die installatie. Heb je nieuwe dan? Ja, oh. Ik heb niet de speakers. Kijk, Kijk, die heb ik nou op elkaar gezet. Daar staan ze. En ik heb mijn benen zet ik namelijk nu bij. En heeft 4, 12 ja. En waar staat hij? Ik sta daar. Ja. Heb je nog last van buurtgevers? Ik heb geen last van buurtgevers. Nee. Ik woon hier niet, dus er zullen wel goede afspraken gemaakt zijn. Dus. De eerste stream.
Ja, nou ja, het begon natuurlijk van, kijk, hij heeft natuurlijk best wel een leuk huisje en zo. En kijk, dat moeten we niet meer liegen. Okay. Maar het is zeg maar, hij was even van, ja, kom, geef je telefoon, dan gaan we live op Facebook. En ik zei, ja, is goed. En toen ging ik terugkijken. Het geluid was kut. En ik ben heel perfectionistisch. Ah, ik ook. En heel erg gedreven. En ik van, ja, dat moeten we kunnen professionaliseren. En toen ben ik apparatuur gaan kopen, ik ben gaan kijken op internet, van ja, hoe kunnen we dat nou doen? En toen kwam toevallig eigenlijk coronatijd, want onze livestreams, dat was eigenlijk al het idee voor corona. En toen kwam coronatijd, toen ging iedereen livestreams doen. En toen hadden ze van ja, dat is best wel een goed iets om eigenlijk te doen, wel, weet je wel. Gewoon dat je, en weet je, het is een manier om mensen toch een beetje entertainment te geven, dat is iets wat belangrijk is. Dat je mensen toch wat van je laat horen. En toch het entertainment gehaald, hoog gehaald. En dat doet deze stream. En deze stream biedt ook iedereen een kans. Er zijn al tig artiesten langs geweest en dat vind ik alleen maar goed. We zijn ook met de telefoon begonnen als camera. Het was heel erg semi-professioneel eigenlijk. En ja, nou, er staat nu een hele professionele camera voor bijna 2000 euro. We zijn een dikke DJ-set. We hebben een vast kijkerspubliek van, ja, laten we zeggen, gemiddeld per maand trekken wij ongeveer 40.000 of 50.000 kijkers, maar dat is per maand. En op één stream, dan trekken we gemiddeld bij avond 100 of 150 kijkers. Hallo? Ja, dan krijg je wel. 1, 2, 1, 2. Kom ik hier terecht? Ja, de jongens die hier allemaal draaien, die hebben dit eigenlijk ontwikkeld door mij. Ze kwamen eerst bij mij en allemaal jonge DJ's. Wij geven heel veel feestjes in Den Haag. En ja, zo heb ik Nick leren kennen en de Viking. En zo ben ik hier weer terechtgekomen. Allemaal bij elkaar. Dankjewel. Ja, het was zoals ik al zei net een tijd terug. Het idee van livestreams, dat was er al voor corona. En toen kwam toevallig corona. En ja, toen hebben we eigenlijk ons succes erin mee kunnen pakken, om het zo te zeggen. Eerlijk is eerlijk. Hey, toch? Kijk, ook weer je hebt, natuurlijk, je hebt broodjes wel pindagebak uitjes, maar dat is de Viking, hè? Ja, dat je hebt gewoon broodje Viking. Bam! Kijk! Dat soort dingen ook, weet je. Dat is er ook gewoon uitgekomen. Ik bedoel, ja, hetgene wat ik het meest lekker vind, ook gewoon bij de Vrijheid. En snackbar zijn we in Den Haag hier. Vrijheid, broodje Viking! Ja, dat... Broodje Viking is broodje bal, pinda gebakken uitjes. You want me to look at the camera or look at you? Okay, well, should I start? Yes. Hi, my name is Amy. I'm from New York. I'm here today in The Hague at MC The Viking's house. So the first time I came to the Netherlands was in 2014. I came to study for 1 month and yeah, I mean, I've always loved hardcore. I've always loved electronic music and this is the place. So one of the first things I did when I found out I was going to come and study here was look up festivals, what festivals were happening. And unfortunately, DEF CON was the same weekend as our final exams. So I ended up going to Harmony of Hardcore. And Harmony of Hardcore was my first European festival, my first Dutch festival, and it changed my life. I was like, this is so cool. I'm going to move here. And yeah, so then two years later, August 2016, when I graduated from school, I moved here. And I started my own company, Drop Bass Not Bombs. And we organize electronic music events for charity. So mostly hardcore and hardstyle parties for charity. Okay, I thought we were like family photo style. Ja, hardcore vroeger, dat was, het zat zeg maar tot een bepaald BPM. En nu is het gewoon, hardcore is zo breed. Je hebt van hardstyle, wat in feite, ja, hè? Wat minder is, zeg maar, tot rack-attack. En rack-attack is gewoon echt, het is in feite alleen maar bas. Dus gewoon een soort met van mitrailleurs schoten, maar dat is ook gewoon hardcore. Dus... Yeah, that's some heavy shit, yo. That's for that. Hardcore is de grootste subcultuur ter wereld.
subcultuur. Want over de hele wereld, we zitten natuurlijk niet alleen hier in Nederland, we zitten ook gewoon België, Duitsland, Zweden, Zwitserland, maar ook in Australië voornamelijk. Amerika is het ook onwijs aan. Ik bedoel, mijn mede-MC, MC Unicorn, die komt uit New York. Dus kun je nagaan. Aan de andere kant van de wereld is het ook gewoon onwijs aan. Taking it back to the old school. To the early days. To a simpler time. A better time. So we're gonna hop in the time machine. Going back to the 90s. How I got involved with these guys is funny, actually. So I've been living in The Hague for a few years. I didn't know anyone in the hardcore scene in The Hague. I was mostly throwing parties in Amsterdam, going to parties all over like Eindhoven and Friesland and random places. I was looking for something in The Hague, of course. And I got booked to MC at Magistrat one night for one of those hardcore in The Hague parties. And Jeroen, actually, from MHJH Events, he saw me MCing, and he really liked my voice. I have a different voice from other MCs, of course, because I'm American, I'm a girl. He heard me MC, and he wanted to start to work with me. And then the rest of the story unfolded. I got involved with these crazy hardcore people in The Hague, and when was our first meeting? I guess it was. So it was in January. This past January, I was emceeing a party at PIP, which is actually where I work in The Hague, and MC the Viking came up to me and he said, "Hey, I'm an MC. Do you mind if I take the microphone for a bit?" And usually I would say no, because if I'm emceeing and I'm booked to MC, if I give the microphone to someone else and someone says something inappropriate or does something wrong, that reflects poorly on me, the organization. But I saw something in this guy. Het hoeft geen lastig, het is eigenlijk niet heel lastig. Het is gewoon, ja, je leert elkaar kennen. Je merkt meteen een samenwerking, je merkt meteen een connectie en that's it. Mark said, "Well, this is my mate Tim, Uptimes." We're gonna talk English now. I'm gonna back some. Yeah, he's going to back it. If you say hardcore in America, people think of hardcore metal. It's not a genre I'm so familiar with, but you have to say gabber in America, or like hardcore techno. A lot of people say that, or you just say hard dance, and by hard dance they know you mean hard style. But like I said before, it's not so popular, so not a lot of people know. When you say hardcore, they're like, "Oh, you like metal?" And like, "No, I like gabber." "What's gabber?" "Oh, it's this music from the Netherlands," and you play it for them, and you play this, for example, and they're like, "What is this music? Like, it's so fast, it's so hard, it's so dark." So it's funny to teach people. Okay, so in America, hardcore is underground. You definitely don't have festivals like Dominator or Def Con or Harmony. It's more of an underground scene. Parties are at small clubs, way less people. Additionally, you won't have just a hardcore party. You usually will have other genres of music as well. So when I used to organize events in the US, we would have one room with dubstep or drum and bass, and another room that would start with hardstyle and end with Frenchcore or end with hardcore. And so it's a bit more like that because hardcore, although there is a scene in the US, it's not as big as it is here. Although I love it there because it is underground, and I feel like Dutch people have had hardcore their whole life, so they're a bit spoiled. they expect really high expectations. In America, people are really lucky to get whatever they can get, whether it's a small party at a club or a party under a bridge. They just want to hear the music. A lot of them travel here for parties as well. But yeah, it's just those are some differences in between the two scenes. We hebben best wel een grote fankring, om het zo te zeggen. Eigenlijk noem ik liever fans geen fans, want het zijn gewoon mensen die houden van de muziek, die nu tijdens coronatijd iets willen zien, iets willen doen. En dat is gewoon ons publiek, weet je wel. Ja, en zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Het is eigenlijk gewoon van goh, hoe kunnen we dit beter maken? En eigenlijk per week worden we beter. We hebben nu een hele professionele camera erbij gekregen. We hebben een nieuwe DJ set natuurlijk. Nieuwe kabels. Van alles hebben we verbeterd om die stream te verbeteren. En hoe dat komt, ja, eigenlijk op. Hey, Els heeft natuurlijk heel veel connecties bij Popcentrum. En daar heeft hij eigenlijk heel veel, sowieso geluidsinstallatie heeft hij daar allemaal vandaan, heeft hij gewoon gekregen.
omdat hij daar jarenlang al vrijwilliger is. En ik heb een deel geïnvesteerd met apparatuur. Hij heeft een deel geïnvesteerd. Ik heb de kring en het netwerk, Eltje ook wel. Maar we combineren dat een beetje. En het is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen, om het zo te zeggen. We doen het met hartstikke veel plezier natuurlijk. Hè. Alleen op een gegeven moment merk ik van, ja, weet je hebt zoveel kijkers, je hebt zo'n groot publiek, je hebt zoveel DJ's die willen bij je draaien. Dan denk ik van, ja, dan moet je ook wat professioneler gaan overkomen. Die combi en de Facebook, de tijd nu, en alle mensen die we nu kennen, ja, dat is zo leuk geworden. Dat, ik zie ons ook als allemaal als de zin. We zijn gewoon familie gaan. Ja, toch? We zijn familie gewoon. Ja. Kijk, we gaan gewoon niet te stoppen, toch? Nee, precies. Ja. Dat dus. Techno, hardcore, helemaal goed. Ja, en dat is hartstikke leuk. Ja. Ik heb mensen leren kennen ondertussen. Dat ik denk van, het is een van de leukste tijden van mijn leven ondertussen. Iedereen wordt bekend, het wordt best wel groot. En, dat is echt leuk. Oh nee, die titting meer. You're starting now to see hardstyle showing up at, you know, well, like I said, you do have some hardcore at big events like Electric Daisy Carnival in Vegas, but you do have hardstyle a lot more now with artists like Hardwell, Armin van Buuren, Martin Garrix. They always kind of slide in hardstyle at the end of the set, so I think in the future it's gonna get bigger and bigger. We have a scene, it's just small and underground now, but I think it'll start to grow as people get more used to it and more exposed to it. Vooral met die coronacrisis vergeten mensen te lachen. Mensen nemen alles een beetje te serieus en we moeten vooral lol hebben, we moeten kunnen lachen, we moeten plezier kunnen maken. En dat is wel wat deze stream uitdraagt. En hopelijk de energie naar het publiek een beetje verspreidt. Het kost veel geld, het kost veel moeite, het kost veel energie, maar het is het einde allemaal waard. En als je gewoon ziet hoeveel mensen het tof vinden wat wij doen, dat is gewoon bijna hartverwarmend eigenlijk. Weet je, er zijn toch zoveel mensen die vanwege corona niks kunnen doen. En dat ze nu wel wat hebben, dat is gewoon heel tof. En die Festival Edition, dat is natuurlijk ons hoofddoel eigenlijk op het moment. Die dinsdagavond doen we hier ook gewoon. Het kost ons veel geld zoals ik al zei, maar we vinden het hartstikke leuk. Het is gewoon eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Die corona die is eigenlijk heel negatief voor iedereen, voor sowieso voor de dance scene, voor de evenementenbranche. Maar voor ons is die eigenlijk, voor mij als DJ producer is die sowieso heel positief geweest. Ik heb daar heel veel nieuwe connecties door gekregen. Ik heb op boekingen gestaan, op livestreams dan. Waarvan ik een jaar geleden zou zeggen, joh, daar zou ik nooit staan. En dat komt eigenlijk allemaal door die avondjes, simpele avondjes hier thuis, bij Elcho. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het gegaan is en hoe het gelopen is. Ja, dan voel ik me bijna gewoon, ja, vereerd, zeg maar. Het is gewoon mooi hoe dat ze maar zo is. Je krijgt de emotionele kant van Viking dan te zien bijna. Ik bedoel, het is gewoon... Ja, het heeft ze moeten zijn of zo. Gewoon kicken. De hard kick. En that's it.